Yo mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal Games4Real. En in deze video, zoals je ziet, zit ik weer in de Quadmaster natuurlijk op Call of Duty Infinite Warfare. En je kunt het ook goed zien aan de titel. We gaan weer een Supply Drop opening opnemen. Ik vind het zo vet. En aangezien de vorige Supply Drop super tof is ontvangen, wil ik het natuurlijk verder gaan doen. Alleen we hadden de vorige aflevering niet echt iets goeds eruit gekregen of zo. Dus hopelijk kunnen we deze aflevering dat natuurlijk gewoon misschien heel erg overtreffen. Dat we gewoon echt iets insanes krijgen. Ik heb het dus over de Chaos of Flatline. Want dat is echt, holy shit, dat is mijn wapen. Ik heb ook deze, vind ik ook wel goed. Natuurlijk die van hoe heet het? De MK2, de Market 2 Collection. Vind ik het ook prima. Ik wil in ieder geval de Flatline of de Chaos heel graag. Dat zou ik super vet vinden. En natuurlijk ook de fucking zieke awesome Calicart die je bij Quadmaster kan krijgen. Deze allemaal. We hebben er al heel veel, zoals je ziet. Maar er zijn ook heel veel bewegende van, zoals je hier ziet. En die lijken mij ook fucking ziek om van die bewegende te krijgen. Het ziet er altijd wel sexy uit, zo'n bewegende Calicart. Dus we gaan gewoon weer lekker 12 supply drops, rare supply drops openen. En zoals je ziet heb ik ook de 3400 salvage. En dat betekent dus bij 4000 kan ik de Flatline of... ik ga voor de Chaos trouwens, die lijkt me het beste. Maar de Flatline is gewoon ziek om ook te krijgen. Ga ik bij de 4000 gewoon... Ja, kan ik hem gewoon kopen. Dus ik hoop dat we ook heel wat salvage gaan krijgen. Dus we gaan gewoon de eerste openen. Let's fucking go! Holy shit, ik doe heel veel met laden trouwens toch even uit. Oké. Hop, een emblem. Die vind ik niet heel erg mooi of zo. Oh, kijk, kijk. Het is wel een nieuwe sniper, though. Maar oké, of ik hem echt vaak ga gebruiken. Ander ding, maar super sick. Dit is een nieuwe met 15% extra XP per kill. Dat is wel sick bedacht, trouwens. Beam! Oké, die eerste weer één. We krijgen nu alleen maar van die 15% van die nieuwe. Dat is super sick, though. Want die had ik nog niet. Alleen ik heb nog geen AR gekregen. En dat heb ik toch liever. Ik heb nu al 2 light machine guns van die gekregen. En ik wil liever een AR. We gaan gewoon weer lekker verder, jongen. Bam! Holy shit! Dat is fucking vet. Wow, yo, Rhinestone Panther. Of Panther, noem ik het even. Holy shit, dat is een epic. Dat is natuurlijk zo'n hangetje aan je wapen. Daar ben ik echt blij mee, gast. Die had ik nog niet. Super sick. Oké, nice. We hebben wel iets fucking sicks gekregen, though. We gaan gewoon lekker verder, jongens. Come on, beam. Kom iets goeds. Pats. Fuck. Nee, shit. Meen je die? Ik had die Calicart al wel plus 180 salvage, though. Dat is wel sick. Maar die fucking assault rifle camouflage. Holy shit. Daar ben ik echt benieuwd naar. Die is echt sick. Holy damn. Ik vind die echt sick. Nice, jongen. Eindelijk weer een assault rifle cam. Dat vind ik natuurlijk het beste. Oh, nice. We krijgen alleen maar sicke shit, jongen. Dit is natuurlijk een vette Calicart. Het lijkt wel in de ruimte met iets, maar dat is ook weer sick. Ook weer een trouwens 15 plus wapen. Super sick. En 2 chille Calicarts. Dus nieuwe, latest. Dus ja, dit gaat lekker, jongens. Dit is beter dan de vorige. Dat is sowieso. Holy shit. Beam. Beam. Haha, we hebben de Duitse fucking assault rifle camo. Fucking mooi. En een knife camo. Dat is niet zo heel boeiend. Oké, dit was een redelijk supply drop. We gaan gewoon gelijk weer verder. Maar jongens, ik wil jullie echt keihard bedanken voor de support. Het is echt insane op mijn kanaal. Holy shit, die emblem is trouwens fucking sick. Die zocht ik nog. Maar ik wil het even duidelijk hebben. Jullie zijn fucking awesome, jongens. En jullie motiveren mij echt super hard om video's te maken. Het is echt insane. Dus thanks allemaal daarvoor. Dat wil ik gewoon even zeggen. En ja, dan weten jullie dat ook. We gaan gewoon verder, jongens. Maar super awesome, jongens. Echt sick. Oké, kom op, iets goeds. Oh my god. Holy shit, gast. Wat is dit voor fucking hell, man? Dit is fucking sick. De fucking Mauler Ruin met een nuclear. Die wou ik een keer hebben. Ik dacht om hem eerst te kopen, omdat hij best fijn is. En je kan er een nuke mee halen. Maar ik heb hem nu gewoon gekregen, though. Sick, man. Dit is mijn eerste light machine gun met een nuke variant erop. Maar deze serie is echt sick. Holy shit. Fucking hell, man. Dit is nou echt een goede supply drop. Ik vind het sick. Maar natuurlijk hebben we nog geen epic wapen. Maar we hebben nog gewoon 4 supply drops te gaan. Dus we gaan gewoon door, jongens. En dat wordt kabiem. Hopelijk wordt dit iets goed. Oké, handgun, sniper. Oké, Japan emblem. Wat heb ik daar nou weer aan? Nou, we gaan gewoon gelijk door, jongens. Dit was een beetje een supply drop. Maar die heb je er ook tussen zitten. Heel vaak trouwens. Oké, die hoef ik niet. Die ook niet. En die... Fuck, gast. Wat is dit nou? 2 commons en een rare. What the fuck. We gaan gewoon door, jongens. De ene laatste. Kom op, iets goeds. 3, 2, 1, kabiem. Nice, nice, nice. Oh, en die had ik waarschijnlijk al, of niet? Heb ik die, Rec 9 al? Ja, die had ik al, dat dacht ik al, zoiets. Weer een 15 plus extra XP per kill. Dat is fucking sick trouwens dat ik die wapens allemaal krijg. Want daar level je natuurlijk super snel door. Dus we gaan, de laatste jongens, ik ga mijn ogen dicht doen. Ik ga gewoon kijken, hopelijk gaat het iets vets worden. Oké, ik ga mijn ogen dicht doen. Oh, kut, ik keek al, kut. Wacht, ik heb hem niet gezien, ik heb hem niet gezien. Kabeem! Oké, die camo, ik vind het best wel vet om zo'n camo te hebben. Natuurlijk een vos op je wapen, dat is wel sick. En een handgun, zo ninja, oké, oh shit. Oké, we gaan nu weer kijken wat we allemaal hebben, hoe het allemaal uitziet. We hebben trouwens gezien, oh, iedereen sessie join, maar jongens, stief even op, oké, dank je. Ik heb al 3800 salves nu, dat is fucking sick. Oké, we gaan even naar de NV4. Oké, dit is de oh, dat is fucking ziek, gast. Dit ziet er echt sick uit, geef toe. Ik vind dit vette camo, gast. Damn, die ga ik zeker er vaak op doen. En deze camo, holy shit. Dit is zo'n vette roze space camo, holy damn. Oh, ik weet nou niet, ik vind ze allebei echt fucking vet. Ik ben er wel blij mee, though. Holy shit. Nou, we gaan gewoon even lekker die roze erop doen. Ik heb trouwens ook Diamond op mijn assault rifles, maar ik ben er een beetje klaar mee. Maar hij is nog steeds sick om te hebben, maar... Dit is echt sicke camo voor de assault rifles, hè, voor de submachine guns, iets nieuws. Ik weet het eigenlijk niet. Hebben we iets nieuws voor de submachine guns? De Mexico, oh nee, die had ik al een keer. Nee, oké, hier hebben we niks voor. Voor de handguns hadden we ook iets nieuws. Hadden we een nieuwe variant. Kijk, die camo is wel sick hoor, dat beweegt gewoon. Dat ziet er gewoon sick uit. En je krijgt er fucking 15% XP erbij, dat is gewoon ziek. Volgens mij hadden we wel een camo doe voor een secondary. Dus we gaan even kijken. Oh nee, hier kan je, oh jawel, hier kan je wel een camo opzetten. Ik dacht even dat ik die dingen... Kijk, holy shit. Oh, dat is wel echt sicke camo. Kijk hoe vet het eruit ziet, man. Echt zo'n fucking vogel. Die zetten we erop. Hadden we nog iets ervoor, handguns? Oh ja, deze. Ah, die vind ik wel iets minder, maar hij is niet lelijk of zo. En natuurlijk Colombia, maar die is niet heel mooi. Oh, ik heb best veel camos voor de handgun. Damn. Oké. Nice. Nou, dit is ook een submachine gun. Je ziet allemaal die groene pijltjes bij die wapens. Ik heb best wel veel nieuw shit. En dat is een Volk met natuurlijk de 15% extra helft. En die camo ziet er ook wel sick uit op dit wapen, hoor. Dat ziet er wel sick uit. Wat hebben we hier nog meer? LMG, de Mauler Ruin. Daar ben ik echt blij mee. De fucking nuke variant op de Mauler. Want dit vind ik persoonlijk het fijnste light machine gun. Dus daar ben ik echt blij mee. En natuurlijk deze rare variant met ook 15% extra XP. Super tof. En hadden we ook met die sniper toch? Ja, maar die gebruik ik denk ik niet. Dus ja, daar heb je ook niet heel veel aan. Oh, hier hebben we een paar lege classes. Wat hadden we? Oh ja, we hadden Calicart. We hebben nu alles gezien. Calicart. Hier hebben we toch wel een paar vette shit uitgehaald. Of waren dat nou emblems? Ik weet het niet eens. Oh ja, kijk, deze hadden we. Deze vind ik wel echt vet. Kijk hoe ziek dat eruit ziet. Dat is wel echt nice. En deze hadden we helaas wel dubbel. Dat vind ik wel jammer, want deze is wel super vet. Dus ik ben ook wel blij dat ik hem heb gehad. Deze, nou, dat boeit geen fuck. Die bewegen niet. Dat is niet zo mooi. Holy shit. Oké. Sick, we hebben ook nog een nieuwe emblem. Dat weet ik nog. Zo'n, ja, deze. Deze vind ik echt sick. Zo'n handje met zo'n kaart van... met zo'n skeletten, super sick. En ja, dat was het. Ja, dat was het. Volgens mij hebben we niks anders nieuws. Pakjes of zo. Nee, volgens mij hadden we geen pakjes. In ieder geval, ja. Dit was natuurlijk een super sicke Supply Drop opening. Mijn spraakgebrek is super goed. Maar we hebben de Mauler Ruin. Dat ben ik echt blij mee. We hebben ook veel salvages. Dus ik ga de chaos zeker binnenkort vrijspelen. Er komt zeker een video mee online. Dus ja, hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vergeet dan niet zeker te belonen met een duimpje omhoog. Een leuke reactie wordt altijd gedeeld. En vergeet niet zeker om even te abonneren op mijn kanaal. Zou ik super tof vinden. En jongens, thanks voor de support. Het is echt insane. En zeg toch bij de volgende video, jongens. Later.